Dit hier is dikwijls de vorm waarin ik een ingestuurde tekst terugkrijg van een eindredacteur. Met wijzigingen die hij zelf in mijn tekst heeft aangebracht, hier gemarkeerd en traceerbaar, rechtstreeks in de body van de tekst. En met opmerkingen of vragen of verduidelijking hier in de kantlijn. Ze gebruiken daarvoor een tool die standaard in Word 2007 en 2010 zit. En die per definitie heel handig is om samen aan een Word-document te werken. Zoals bij het opmaken van het ledenblad van de vereniging bijvoorbeeld. Of als je samenwerkt aan een eindwerk voor de avondschool. Dus we gaan het eens van dichterbij bekijken. Laat ons beginnen vanaf een nog ongecorrigeerd document. En dan gaan we eerst hierboven naar het menu controleren. En we gaan beginnen met een opmerking toe te voegen. Selecteer een stuk tekst. En dan klik je hier bovenaan op nieuwe opmerking. En je voert hier gewoon in de kantlijn. Er komt automatisch een tekstballonnetje tevoorschijn gesprongen. Voer je hier je opmerking toe. Hetzelfde geldt voor correcties die je rechtstreeks in de tekst invoert, maar daarvoor moet je eerst hier bovenaan in het lint de knop wijzigingen behouden selecteren. Wat er dan gebeurt is dat als je iets verandert in de tekst, dat dat ook heel duidelijk zichtbaar is, zoals hier. En dan kan de tekst dus op deze manier van persoon naar persoon gaan. En dan krijg je dus uiteindelijk dit soort gecorrigeerde teksten terug. En dan kun je ook nog zelf, als je het niet eens bent met een bepaalde opmerking, kun je ook nog je eigen tegenopmerkingen toevoegen. Is dat niet aan de orde, dan is het heel simpel. Dan gaat degene die dan uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft over de tekst en die de tekst moet afwerken, die gaat dan gewoon over alle opmerkingen en correcties met deze twee navigeerknoppen, vorige en volgende. En dan kan hij gewoon met deze knoppen de opmerkingen ofwel accepteren ofwel straal negeren.